artikel gaat in. Hevig, zoals altijd. Goedenavond allemaal. Ik open de vergadering om 7 minuten na 8. Welkom iedereen bij de raadszittingen van het gemeentebestuur Houthale-Helchtra. We gaan de gemeenteraad aanvatten en bij deze open ik de vergadering. Het eerste puntje gaat over de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 mei 2020. Die werd anoniem goedgekeurd. Het tweede puntje gaat over een kennisname van het rapport organisatiebeheersing 2019. Zoals decretaal voorgeschreven, rapporteert de algemene directeur jaarlijks voor 30 juni over de organisatiebeheersing. Daartoe ontving de raad samen met de dagorde een digitaal exemplaar van het rapport van de organisatievereniging en beheersing. De raad neemt kennis van dit jaarrapport. Dan gaan we over naar het derde puntje, een kennisname overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zoals decretaal voorgeschreven wordt de raad eenmaal per jaar in kennis gesteld hiervan. Dus van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt. Dus de raad neemt kennis van het actueel overzicht met alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dan het vierde puntje gaat over een goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Zorg, Houthale-Helchtra. De initiële beheersovereenkomsten dateren van maart 2012, afgesloten tussen de gemeente en het OCMW, en februari 2018, afgesloten tussen het OCMW en Zorg, Houthale-Helchtra. Het decretaal lokaal bestuur vertrekt van het principe dat gemeente en OCMW-personeel verregaand met elkaar samenwerken. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarover een beheersovereenkomst af. Daarnaast bepalen dan ook de statuten van Zorg Houthale-Helchtra dat in het kader van de oprichting van de welzijnsvereniging een beheersovereenkomst dient opgesteld te worden tussen het OCMW en de welzijnsvereniging. Vanuit een behoorlijk bestuur beogen deze besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te zetten, ten einde een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren. Zodanig dat dan op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden aangeboden aan de interne en aan de externe klant. Die nieuwe beheersovereenkomst zal tevens gesloten worden tussen de gemeente Houthale-Helchtra en de welzijnsvereniging, ten einde rechtstreeks afspraken te maken hieromtrent. Door de beide algemene directeurs werden wel overwogen geopteerd om de huidige bedrijfsstructuur en de verregaande samenwerking binnen het lokaal bestuur met het gemeentebestuur als servicecentrum voor de diverse entiteiten van het lokaal bestuur te bestendigen tijdens de lopende beleidsperiode. De raad keurt de vernieuwde beheersovereenkomst tussen de gemeente, OCMW en Zorg Houthale-Helchtra unaniem goed. Dan het vijfde puntje gaat over de vaststelling van de jaarrekening. In de jaarrekening 2019 werd een resultaat op kasbasis bereikt van 8 miljoen. Enfin, goed. De fractie Buur zou hier graag een tussenkomst over willen doen. Ik geef het woord aan Stijn van Dingenen. Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral, ja, inderdaad, de jaarrekening is wat ze is. We zouden daar graag namens onze fractie twee zaakjes kort over zeggen. Een eerste puntje is, als je goed kijkt naar de jaarrekening, ga je zien dat er behoorlijk veel overschot is op de post personeelsuitgaven. Dat is op zich, denk ik, 8,5% of zo ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde budget. Op zich is dat geen slecht nieuws, maar dat is ook nieuws dat eigenlijk voor een stukje betekent dat je toekomstgericht daar wel iets mee kunt doen. Wat bedoel ik daar precies mee? Het tweede punt, organisatiebeheersing, wat we net hebben zien passeren. Daar wordt onder meer in gesteld dat er toch wel wat personeelsleden de komende jaren op pensioen gaan. En misschien is het wel eens het moment, maar ik ga ervan uit dat dat waarschijnlijk ook al gebeurd is, dat opgeleist wordt waar de noden liggen, waar wij nog in onze organisatie versterkend kunnen gaan inzetten op personeelsvlak, omdat die ruimte er toch wel is financieel. Dat is een eerste puntje. En een tweede puntje, ik denk dat deze jaarrekening, dat we die gelukkig op deze manier mogen afsluiten, omdat we die middelen hebben nodig gehad
voor het punt dat later komt, met name onder andere het relanceplan in zaken corona. Maar we mogen ons daar niet op blind staren, in die zin dat volgend jaar de rekening waarschijnlijk helemaal anders zal zijn, gelet op de moeilijke periode die we de voorbije maanden achter de rug hebben. Dus waakzaamheid blijft geboden. Katrien, uw micro. Ja, ik zei dank u wel, Stijn. Burgemeester, wilt jij daar nog op reageren? Ja, misschien heel kort. Ik vind het heel fraai dat de oppositie op die manier een positieve bijdrage levert aan toch wel een belangrijk werk van onze financiële diensten. Ik denk dat iedereen kan beamen dat dit werk een enorm werk is geweest, omwille ook van de wijziging in de boekhoudkundige wetgeving en de programma's die daar aan vooraf zijn gegaan. Het gaat om een begroting die meer dan sluitend is. De opmerking rond waakzaamheid, voorzichtigheid in zaken toekomstige budgetten hebben uiteraard te maken met de wijze waarop we onze meerjarenplannen gaan opstellen. We gaan dat in de zomer ook doen. Uiteraard zijn wij begonnen en vertrokken vanuit de budgetsituatie in 2019 naar 2020, en waarin we toch een aantal parameters hadden uitgezet met een investeringspakket, als ik me goed herinner, van 60 miljoen euro te verdelen over de wijken in belangrijke projecten over een aantal vlaggenschepen. En aan de andere kant noopt ons een sober beleid ook tot budgetten vrij te maken en te sparen voor de toekomst. Dus de raadzaamheid die wordt gevraagd, die gaan we zeker, denk ik, kunnen invullen. Uiteraard, de kostenverrekening van het corona-gebeuren loopt vandaag nog op de teller. Wij gaan dit goed bijhouden. We hebben een klein beetje marge ook voorzien in de budgetten van 2021 tot 2025. Iedereen weet dat we daar een buffer voor, een financiële buffer hadden voorzien. Wellicht gaan die een aantal plussen en minnen in de toekomst dalende inkomsten en grotere uitgaven kunnen dekken. Maar dat is een verhaal voor later. Ik denk dat we blij mogen zijn met een overschot in totaal binnen de gemeente en het OCMW van 4,1 miljoen. Dat heeft ook te maken met een opbouw in het meerjarenplan van een aantal overschotten, een aantal winsten die we realiseren. En de opmerking, en dan kijk ik ook naar de schepen van personeel, ik denk dat de opmerking rond het invullen van de overschotten op het personeel uiteraard een oefening zijn van lange termijn, maar ook van korte termijn. Inderdaad, een deel wordt gerealiseerd van dat overschot door mensen die op pensioen zijn gegaan, het pensioenstelsel vallen en wij nog niet de snelheid gevonden hebben om, en dat is meestal zo ook, het ritme te vinden om mensen op de juiste plaats in te zetten en te vervangen. Maar heeft ook te maken, denk ik, aan de andere zijde met een andere kijk op beleid. We zijn meer aan digitaliseren. We zijn aan het kijken of we taken efficiënter kunnen maken. En we zijn vanuit de oefening in 2019, iedereen weet dat we een financiële oefening hebben gemaakt, die ook voor een stukje aanleiding heeft gegeven tot dit overschot. Maar anderzijds ook een oefening naar exploitatie, naar nieuw beleid en een aantal belangrijke investeringsprojecten. Hier is personeel voor nodig. De oefening moet gebeuren. De algemeen directeur heeft die opdracht ook meegekregen. Wij zien ook binnen een aantal terreinen en een aantal domeinen binnen de gemeentelijke organisatie, ook de organisatie van het OCMW, vandaag een aantal nieuwe behoeftes opduiken, ook door corona, maar ook door een ander beleid dat wij tot stand willen brengen. Dus hier is een behoefteplan nodig, hier zijn nieuwe inschattingen nodig, hier is een goed organisatieplan nodig en ik denk dat we die raad zeker zullen meenemen om het volgend jaar ook efficiënter onze rekening te kunnen maken en het personeelsbudget nauwer te kunnen laten aansluiten bij de uitgaven. Goed, dank u wel, burgemeester. De fractie Vlaams Belang onthoudt zich voor de vaststelling van de jaarrekening 2019. De overige raadsleden stellen de jaarrekening vast. Dan gaan we naar het zesde puntje, een goedkeuring van de jaarrekening 2019, verkort schema van het AGB Masterplan. De jaarrekening 2019 van het AGB Masterplan wordt afgesloten met een winst van 263.173,56 euro. De fractie Vlaams Belang onthoudt zich voor de goedkeuring van deze jaarrekening. De overige raadsleden keuren de jaarrekening goed.
met deze winst en over te dragen resultaat. Wat op een balanstotaal komt van 33.712.860,23 euro. Puntje 7 gaat over de goedkeuring van de jaarrekening AGB Sport. De jaarrekening AGB Sport wordt afgesloten met een verlies van 5.920,88 euro. De fractie Vlaams Belang onthoudt zich ook hier voor de goedkeuring van deze jaarrekening. De overige raadsleden keuren de jaarrekening goed met een verlies van 5.920,88 euro en een balanstotaal van 6.920.583,31 euro. Dan puntje 8 gaat over de goedkeuring van de intentienota relanceplan corona hout halen helderen. Het gemeentebestuur werkte een relanceplan uit dat gekoppeld is aan het positieve resultaat van onze rekening 2019. Ik ga het woord geven aan onze burgemeester Alain IJzermans die het relanceplan even gaat toelichten. Goed, iedereen weet dat 2020 zich aangekondigd heeft als een jaar waar wij heel veel plannen zouden uitwerken. Was het niet dat we allemaal werden geconfronteerd met een komeet die corona heet en die iedereen toch op zijn grondvesten heeft doen daveren, denk ik. Heel Houthale Helchteren was aangeslagen daardoor. We zijn getroffen op verschillende manieren. Maar er is ook veerkracht gevonden, denk ik, bij heel veel mensen en bij heel veel sectoren. Bijzonder mensen van de zorg kunnen we bedanken, denk ik, maar ook het onderwijs en personeel. En heel veel mensen die door zijn moeten gaan op momenten dat iedereen in de lockdown thuis zat. We hebben dan goed nagedacht als bestuur. We hebben ook een nieuwe formule gevonden. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te stellen. In de samenwerking naar de verschillende raadsleden toe. Wij konden elkaar moeilijk zien, fysieke nabijheid was onmogelijk. De gemeenteraad, zoals vandaag, virtueel laten doorgaan, dat was op zich al een parcours. Vandaag is de tweede keer dat we dat doen. Maar we hebben dan wel een manier gevonden om met alle fractieleiders kort op de bal te spelen, samen met het college. En op een goede manier aan informatieuitwisseling te doen tussen de crisiscel en een aparte cel, het college, de mensen van de zorg en uiteraard de fractieleiders. En zo zijn we erin geslaagd. Zoals in vele gemeentebesturen, wat gaan we doen naar de toekomst toe? Moeten we een aantal nieuwe prioriteiten leggen op het vlak van zorg, op het vlak van onderwijs? Kunnen wij de middenstand ondersteunen? Hoe kunnen wij alle getroffen verenigingen op een of andere manier een warm hart toe bijdragen? Dat hebben we gedaan door een plan uit te tekenen dat gedragen is, dat ook een unicum is, door alle raadsleden, door alle fracties, mede door die structuur die we hebben opgezet. En dat toont toch aan dat we samen aan de weg hebben getimmerd om de herleving, dat vandaag gebeurt, van Houthale Helchteren mee te kunnen schragen. We doen dat met een budget van 2,6 miljoen. Het is ook al in de media verschenen, staat vandaag op de agenda. Dat budget gaat heel evenwichtig en uitgebalanceerd verdeeld worden over verschillende doelgroepen, de verenigingen, de mensen van de zorg, onderwijs, personeel. Alle bevolkingsgroepen, met name ook een aantal mensen die het vandaag moeilijker hebben. Dat doen we via die korting die we hebben opgestart rond de afvaltax. Ik ga niet alle maatregelen noemen, maar ik weet dat het een evenwichtig pakket is van ongeveer 2,6 miljoen met een coronabon van 40 euro voor elk gezin. Met een aantal maatregelen die nog moeten leiden tot verdere oefening. We gaan het ook samen doen met het college, met de fractieleiders. Hoe wordt dit allemaal uitgewerkt? Ik denk voornamelijk die coronabon en ook naar het personeel. Dat moet in de zomer gebeuren om dan gerealiseerd te worden in het najaar. Ik denk al deze kleine bijdragen plus het relancebeleid dat ook van de hogere overheid moet komen, moet die inhaalbeweging in een gemeente die sowieso al getroffen wordt met een redelijke werkloosheid, met ook lagere inkomens, om hier toch heel veel impulsen te geven en dat niveau voor een stukje op te tillen. We hebben dat gedaan op basis van een financieel evenwicht, 4,1 miljoen. Op andere niveaus werken we met tekorten. Wij werkten met een overschot en we zijn daar 2,6 miljoen gaan voor invullen. 1,5 miljoen blijft dan over, plus de extra ontvangsten die we krijgen, in het bijzonder voor dat relanceplan.
We gaan goed nadenken in de zomer. We gaan dat ook weer samen doen met alle fracties. De bedoeling is ook dat we gaan kijken op welke manier we het personeel, in het bijzonder het zorgpersoneel, maar alle personeelsgroepen kunnen gaan honoreren. Er is ook de oproep die ik daarnet gehoord heb om een stukje financieel buffer te blijven voorzien. Dit is ook mee ingeslopen in dit verhaal. En we willen investeren, heel veel investeren in de gemeente. En daarom zal dit de komende maanden nog een verdere oefening vergen. Ik dank alle raadsleden, ik dank alle fracties, ook voor de vele gesprekken hier rond. Dit is niet vanzelf ontstaan, maar het toont aan dat we rug aan rug, zoals we ook schouder aan schouder de mondmaskers hebben uitgedeeld, ook in zakenbeleid. En dit gaat niet over een kleine som, neem dit van me aan. Het gaat over ongeveer 2,6 miljoen en bij uitbreiding gaat dat 3,5 miljoen euro worden. Dit hebben we samen beslist en daarvoor dank ik iedereen. Ik denk ook namens de voorzitter van de gemeenteraad. Dit was een uniek project. Hopelijk kunnen we deze weg nu volgen. En dat brengt mensen korter bij elkaar. Dat helpt de mensen van hout halen. En dat helpt de gemeente in de eerste plaats vooruit. Ik wil in het bijzonder ook, nu we toch met complimenten aan het gooien zijn, ook onze ambtenaren, onze leiding hierin, die een belangrijke rol hebben gehad bij de totstandkoming hiervan, ook mee bedanken en feliciteren. Ik denk dat het een gezamenlijk project is. Niemand hoeft te pluimen op zijn hoed als de inwoner er maar beter van wordt. Dank u wel, burgemeester. En uiteraard keurt heel de raad het corona-relanceplan unaniem goed. Dan gaan we naar puntje 9 in verband met de plaatsing camera-installaties op het grondgebied van onze gemeente. Het gaat over een principiële goedkeuring. Het college keurde op 30 juli 2018 de engagementsverklaring in zaken het cameradossier van Eslim goed. Omdat er via Eslim nog geen bruikbaar camera-aanbod is, wil het gemeentebestuur via andere leveranciers al enkele cameraprojecten uitrollen, waardoor de meerwaarde van deze camera's beoordeeld kan worden in het licht van een mogelijk ruimere toepassing. De invoering van tijdelijke vaste bewakingscamera's op een niet besloten plaats moet voor advies voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor die wegen en treinen waarvoor dat natuurlijk onze gemeente bevoegd is. De gemeente doet zware investeringen op het vlak van preventie en sensibilisering. Cameratoezicht kan hierbij natuurlijk een zeer nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen. Om deze doelstelling te realiseren, focust het gemeentebestuur op de volgende speerpuntlocaties, namelijk locaties verspreid over het ganse grondgebied van de gemeente, zowel vaste als wisselende locaties waar overlast in alle aangehaalde vormen gedetecteerd wordt of vermoed wordt. Het volgende puntje zijn de industrieterreinen aan de toegangswegen van de industriezone Centrum Zuid en de toegangswegen van de industriezone Europapark. In het kader van specifieke behoeften kunnen camera's mogelijk nog ingezet worden, zoals het monitoren van evenementen of risicoplaatsen, bijvoorbeeld de strandzone aan de plas. De fractie Buur wenst hier een tussenkomst te doen en ik ga het woord geven aan fractievoorzitter Stijn van Dingenen. Dank u wel, voorzitter. We willen eigenlijk gewoon zeggen van ja, er zijn al heel veel maanden geleden vragen gesteld rond cameratoezicht. Intussen is hier een eerste stap gezet. Ik denk dat het een goede stap is, dat de bevolking dat ook wel vraagt, zeker naar een aantal overlastplaatsen toe, om er toch eens via camerabewaking paal en perk te stellen. Ik denk dat er vandaag nog feiten naar boven zijn gekomen rond sluikstorten aan glasbollen, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft, ja, ik denk dat het een goede zet is die we nu nemen in de hoop dat het verder uitgerold wordt over al onze wijken de komende jaren. En in eerste plaats, maar ik begreep intussen ook dat het zo is voorzien op dit moment, op de acute plaatsen en op de gevaarlijke plaatsen zoals de plas, zoals iedereen weet. Dank u wel, Stijn. Burgemeester, wilt u hier nog een toevoeging aan doen? Ja, ik denk dat we hier de algemene vraag binnen de bevolking moeten onderschrijven, dat raadslid Van Dingen dat perfect heeft verwoord. Het heeft misschien wel lang geduurd, laten we ook eerlijk zijn daarin. De mensen vragen dit al een aantal jaren. We zijn eerst begonnen naar het zwerfvuil toe en overlast, sluikstorten,
via sensibilisering. Maar dat is lang gebleken dat dat niet voldoende is. Ik denk dat je ook een stuk actief moet optreden. We hebben dan een tweede instantie, dat is de tweede stap van de drietrapsraket, zoals ik ze noem. Die hebben we dan een aantal jaren geleden ingevoerd, met name de gasboete. Dat was toen vrij opmerkelijk. We waren een van de gemeenten die later daarop zijn ingestapt. En die gasboete werkt ook bij huisvuilzakken die te vroeg worden buitengezet. Wij doen daar controles, samen met de politie, maar ook met ons eigen regiepersoneel. En eigenlijk het sluitstuk in dat zwerfvuilbeleid, om het zo maar te noemen, is de camera. We gaan nu op een aantal plaatsen, en die plaatsen zijn bekend, in verschillende wijken, gaan we aan de glasbollen tijdelijke vaste camera's hangen. We gaan starten met de uitrol, denk ik, van een 3 tot 5-tal camera's. We gaan dat maandag bepalen en ook de plaatsen daar rond in de eerste plaats. Ik denk dat het een goede stap is. Het reglement vandaag geeft eigenlijk de kans en de mogelijkheid als bestuur om beelden te maken op het grondgebied van Houthalle-Helchteren. In tweede instantie denken we ook aan PR-camera's in het kader van veiligheid en naar diefstallen toe op de industriezones, aan de in- en uitvalswegen gaan we daar ook een aantal camera's plaatsen. Dus de eerste partij camera's gaan eraan komen en we starten ook op 1 juli aan de plas met een vrij unieke proof of concept waarbij we samen met Eslim waar we eigenlijk op aan het wachten waren, dat was een beetje de reden waarom we zo laat zijn kunnen doorstarten in dat hele verhaal, maar Eslim gaat daar samen met de gemeente een eerste camera hangen die de looplijnen meet, het aantal bezoekers meet aan de plas. We gaan dat op een op 1 plaats doen met 2 camera's en op die manier kunnen we niet alleen tijdens de zomer, maar het hele jaar door zicht krijgen op het aantal bezoekers om daaruit data te vergaren die belangrijk zijn voor verschillende redenen. Het reglement geeft ook aanleiding naar de toekomst toe om andere fenomenen aan te pakken zoals joyriden. Ik denk ook dat het schepen van verkeer vragende partij is om het boetesysteem dat nu gelanceerd werd, wettelijk, om dat eventueel via trajectcontroles te gaan opstarten. En er zijn veel mogelijkheden. Het is een begin. Ik dank onze diensten, ook onze AD en een aantal andere mensen die hier werk van hebben gemaakt. Inderdaad, het is een eerste stap, maar wellicht volgen er nog zeer veel. Dank u wel, burgemeester. De raad gaat uiteraard unaniem akkoord met de plaatsing en het gebruik van tijdelijk vaste bewakingscamera's op niet besloten plaatsen. Gezien het verspreid karakter van de zwerfvuilproblematiek werd als perimeter het volledige grondgebied van de gemeente aanvaard. De raad gaat tevens unaniem akkoord met de regeling rond het cameratoezicht, rekening houdend met de geldende wetgeving. Dan komen we bij puntje 10, toekenning van een exploitatietoelage aan het campussen Imkersfederatie Educatieve Bijenstand op het Sonnes. Het gaat hier over een goedkeuring. De raad kent een toelagegoed van 1000 euro voor de algemene werking van deze vereniging. Komen we op puntje 11, gaat over een toekenning van een exploitatietoelage aan de Islamitische Moskee. De fractie Vlaams Belang stemt hierin tegen. De overige raadsleden kennen een toelage van 13.000 euro toe aan de VZW Islamitische Moskee voor het bekostigen van werkingskosten. Puntje 12 gaat ook over een toekenning van een exploitatietoelage aan het CAW in Limburg, het vluchthuis meer bepaald. De raad kent hier een toelage toe van 400 euro aan het CAW voor bijkomende ondersteuning voor de werking van het vluchthuis. Dan puntje 13, gemeentebelasting op de masten en pylonen. Een aanpassing hiervan voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025. Het is aangewezen om de aanwezigheid van dragende verticale constructies en zendmasten op het grondgebied van de gemeente te beperken wegens de veroorzaakte visuele vervuiling, de landschapsverstoring en het doorbreken van vrije open ruimtes. Windmolens worden vrijgesteld van deze belasting om zo het gebruik van hernieuwbare energiebronnen uiteraard te bevorderen. De raad gaat hier unaniem akkoord mee om voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 een belasting te heffen op masten en pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden. Dan gaan we naar het volgende puntje. Katrien? Ja? Maarten Hoube heeft een hand opgestoken.
Ah, dat heb ik niet gezien. Sorry, Maarten. Aan u het woord, Maarten. Ja, sorry. In het puntje staat dat er 48 pylonen zijn, maar zijn dat allemaal telefoniezendmasten? Want 48 lijkt me heel veel. Of is dat met het aantal antennes per pyloon of zo? Of hoe moet ik het zien? De meeste zijn groot. Ik heb echo op de zending. De meeste zijn de zendmasten van onze nutsmaatschappijen. Die verdeeld zijn over het ganse grondgebied. Er zijn een aantal antennes bij. Er zijn ook een aantal mensen bij die, laten we zeggen, amateur radio en amateur zendmasten hebben om radio te frequenteren. En het is om die reden dat we, dat is ook op vraag van deze mensen die dat doen vanuit een hobby en die contacten leggen gans de wereld. Dat is een soort van ja, een netwerk van radioamateurs op niveau van uitwisseling van informatie. Dat is niet puur muziek maken, maar dat gaat ook over contacten leggen op andere punten in de wereld. Dat is soms interessant om informatie van andere plaatsen te krijgen. Die mensen hebben gevraagd in dit reglement om een uitzondering te krijgen. Want anders, zij doen dat als een grote hobby. En een aantal van deze hobbyisten hebben gevraagd om eigenlijk een vrijstelling te krijgen van deze tax. En daarom dat we dit reglement ook zo hebben bijgestuurd. Dus het zijn dan 48 zendmasten die dat van louter operatoren zijn in principe. Ja, oké. Dank u wel. Oké. Misschien nog een kleine, Katrien, misschien nog een kleine aanvulling. Ja. Het gaat ook over Elia-masten. Hè? Dus de Elia-pylonen, dat is de grootste groep van masten. Oké, okay, dank u wel. Nu had ik nu al gezegd dat de raad unaniem akkoord was gegaan, want ik denk, nee, maar enfin, ik zal het nog eens herhalen, moest ik het al gezegd hebben. De raad gaat unaniem akkoord om voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 een belasting te heffen op die masten en pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden. Dan gaan we naar het volgende puntje. Dat gaat over de aanpassing van het reglement betreffende de gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Het gaat over het aanslagjaar 2020 tot en met 2021. Het gaat hier over een goedkeuring. In het convenant van 18 november 2013, zoals gesloten tussen de gemeente en Limburg.net, heeft de gemeente zich geëngageerd om binnen de gemeente het uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en de verwerking van afval, zoals door de Raad van Bestuur van Limburg.net wordt uitgewerkt, toe te passen. Ook werd Limburg.net conform de afspraken zoals opgenomen in het voorvermelde convenant gemachtigd de afvalbelasting te innen. Deze inning wordt algemeen aangeduid met de term directe inning. Sorry. Ik ga de fractie Buur wil hier eventjes een tussenkomst doen. Ik ga eventjes het woord geven aan Stijn van Dingenen. Ja, heel kort. Ik heb begrepen dat in het hele verhaal ook de kortingen die vanuit het coronarelanceplan naar voren zijn geschoven al opgenomen gaan worden. Dat betekent toch een structurele korting van 15 euro bovenop de bestaande kortingen voor de, laten we het maar noemen, kwetsbare gezinnen of mensen met een verhoogde tegemoetkoming. En ook een gelijkaardige korting voor de eenoudergezinnen of de eenpersoonsgezinnen. Wat wij als Buur absoluut toejuichen, want iedereen weet dat er in het verleden best wel wat discussie is geweest over de hoogte van die belastingen en het verschil tussen een meervoudig samengesteld gezin en een enkel of eenpersoonsgezin. Dus dat is een goede zaak. Dank daarvoor. Ik denk dat iedereen daar graag toejuicht. Burgemeester, wilt je hier nog op reageren? Nee, ik kan alleen maar bevestigen dat dat echt in de lagen, de laagste lagen van onze bevolking een stukje aan kansarmoedebeleid betekent. En de eenpersoonsgezinnen zijn niet allemaal kansarme uiteraard, maar het gaat toch om 2800 gezinnen van één persoon die bestaan in Houthalle-Helgte. En daarnaast de extra korting op de verhoogde tegemoetkomingen. Hier betreft het ook 2700 gezinnen.
een stukje een rechtvaardigingsprincipe dat wij toepassen, denk ik. Mensen die alleenstaande zijn en ook behoren tot het verhoogde tegemoetkomingsstatuut, ja, gaan al gauw 40 plus 2 keer 15 euro korting krijgen, wat dus op een jaarbudget van deze mensen toch een belangrijke hap betekent en dus een goede zaak. En met dank ook voor de steun en de, laten we toch zeggen, toch ook de initiële inbreng van de mensen van de oppositie om dit waar te maken. Dank u wel. De Raad gaat dus unaniem akkoord met de aanpassing van het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Dan komen we bij puntje 15. Het gaat over een kennisname van de overeenkomst in het kader van de gegevensuitwisseling in het project raadpleging door de gemeente van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het reglement betreffende de gemeentebelasting op het inzamelen en het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen vermeldt dat rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming, eigenlijk is het net al een stukje gezegd geweest, een vermindering genieten van 40 euro per gezin. Het college keurde op 15 juni 2020 een overeenkomst met de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid goed in het kader van de gegevensuitwisseling in het project Geharmoniseerde Sociale Statuten Afgeleide Rechten. Hierdoor kan het bestuur nagaan welke personen recht hebben op deze verhoogde tegemoetkoming. De Raad neemt bij deze kennis van deze overeenkomst. Dan het volgende puntje gaat over een uitbesteding van onderhoudsdiensten aan firma uit de socio-economische sector 2020-2023. Het gaat over een goedkeuring van lastvoorwaarden en gunningswijzen. De Raad keurt het bestek in de raming van de opdracht goed voor de periode van 2020 tot 2023. Unanieme goedkeuring. De raming bedraagt 195.200 euro exclusief BTW. Dan gaan we naar de goedkeuring, puntje 17, van de wijziging schoolreglement gemeentelijk onderwijs. De wijzigingen aan het schoolreglement voor het gemeentelijk onderwijs werden toegelicht in de ontwerpmodule en de Raad keurt het schoolreglement unaniem goed. Volgende puntje gaat over de samenwerkingsovereenkomst toegankelijkheid inter, een goedkeuring hiervan. Vanuit de werkgroep personen met een handicap werd de vraag gesteld om een convenant af te sluiten met inter, het vroegere toegankelijkheidsbureau. Dit houdt onder meer in inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, opmaak van het toegankelijkheidsplan, begeleiding van projecten. Voor de gemeente Houthalen draagt het vast basisbedrag 1250 euro. In dit bedrag zijn 16 manuren. Er is zelfs gisteren, denk ik, heeft het in de krant gestaan dat Inter een onderzoek heeft gedaan en dat eigenlijk geen enkel gebouw daaraan voldeed. De Raad gaat uiteraard unaniem akkoord met de samenwerkingsovereenkomst. Dan komen we bij het volgende puntje. Woonfocus gaat over een goedkeuring van het financieel verslag van 2019. De gemeente Houthalen-Helchteren werkt al reeds meer dan 10 jaar samen met VZW Stebo op het vlak van wonen. Intussen werd deze werking vernieuwd onder de naam IGSW Woonfocus 2.0 voor de periode van 2020-2025. Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op de zitting of inzitting van 27 juni 2019. Zoals voorzien in de statuten werd het inhoudelijk en financieel verslag van het voorbije werkjaar van IGS Woonfocus aan de gemeenteraad voorgelegd. De Raad gaat bij deze allemaal unaniem akkoord met het inhoudelijke en het financiële verslag hiervan. Dan komen we bij het volgende puntje. Het gaat over een goedkeuring voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbare domein van een perceeltje grond gelegen in de Kiewitwijk, sorry. Fluvius wil een nieuwe elektriciteitscabine plaatsen in de omgeving van de Kiewitwijk. Technisch gezien zou de implanting van die cabine op het openbaar domein pleintje Kiewitwijk het beste zijn. Fluvius wil de grondoppervlakte nodig voor het plaatsen van deze cabine in eigendom verwerven. Om dit perceeltje grond te kunnen verkopen aan Fluvius, dient het eerst afgeschaft en onttrokken te worden uit het openbare domein. De oppervlakte waar men over spreekt gaat over 63 vierkante meter. Het opmetingsplan van 22 augustus 2019.
De raad gaat bij deze unaniem akkoord om het voorgenoemd perceeltje te onttrekken aan het openbare domein. Het college zal gedurende 15 dagen een bijhorend openbaar onderzoek organiseren. Dan komen we bij het volgende puntje. Het gaat over de goedkeuring van de aanstelling van de omgevingsambtenaren. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Om deze procedure in goede banen te leiden, is de gemeente verplicht om minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar aan te wijzen. Op de gemeenteraadszitting van 18-12-2017 werden volgende personen aangesteld als omgevingsambtenaar: de heer Roger Leijnen en mevrouw Joke van de Beek. Om continuïteit te kunnen garanderen. Wat blieft? Wie zei iets? Oké. Om de continuïteit te kunnen garanderen in de werking rond die omgevingsvergunningen, dringt een uitbreiding van de groep omgevingsambtenaren zich op. Uit een geheime stemming per afzonderlijke mail aan de algemeen directeur blijkt dat de heer Dimitri Pelles 31 stemmen met ja heeft. En bij deze wordt dus de heer Dimitri Pelles aangesteld als omgevingsambtenaar. Uit die geheime stemming per afzonderlijke mail aan de algemeen directeur blijkt dan dat mevrouw Isabelle Dilst 31 stemmen met ja bekomt. Ook mevrouw Isabelle Dilst wordt aangesteld als omgevingsambtenaar. De reeds aangestelde omgevingsambtenaren Roger Leijnen en mevrouw Joke van de Beek die blijven uiteraard in functie. Dan komen we bij het volgende puntje. Dat is een voorstel voor het toekennen van een nieuwe straatnaam. Aan de gemeente wordt gevraagd om het project Verkaveling Guldensporenlaan, gelegen aan de Guldensporenlaan, een nieuwe straatnaam te geven, namelijk de Elvira Servaasstraat. De nieuwe straat geeft doorgang vanaf de Guldensporenlaan en is doodlopend. En ik zie dat iemand zijn hand heeft opgestoken, maar ik zie niet wie op mijn scherm. Maarten. Ja, Maarten, mag ik nog even mijn zin afmaken? Ik wil nog even zeggen dat de raad unaniem akkoord gaat met deze nieuwe straatnaam. En nu mocht jij even het woord hebben. Ja, iedereen weet dat Buur daar groot voorstander van was. En we zijn dan ook heel blij dat er een vrouwennaam toegekend is aan een straat. Dus we zijn heel blij als de straat op geopend wordt met een bordje. Met dan ook de volledige uitleg van de naam. Ja, dank u wel Maarten voor uw tussenkomst. Ik denk dat Lisbeth Maris daar ook heel blij mee gaat zijn. We zijn daar trouwens allemaal heel blij mee. Goed. Burgemeester wil iets zeggen. Ja. Doe maar, burgemeester. Ja, ik denk dat op de schepen Hanne Kellas ook heel blij gaat zijn, want... Ze heeft het idee ook aangebracht op het Scheepcollege. Ik wil even situeren wie Elvira Servaas is, in 2 secondjes als ik mag. Zij was een oud strijdster. Iemand die achter de schermen in 40-45, zeker op het einde van de oorlog, heeft een belangrijke rol gespeeld in de nadagen bij de geheime dienst van, van het Engels leger. Ik wil dat toch even meenemen. Ze heeft hier jaren gewoond. Ze heeft ook jaren gestreden om erkenning door het leger, maar dat had met een procedure te maken. En we zijn heel blij, ik hoor daarnet ook van alle fracties, denk ik, dat we haar, en we hebben haar veel mogen ontmoeten hier op de 11 novemberviering in het jaar van 75 jaar bevrijding in 2020 vandaag deze eretitel, want dat is ze toch kunnen toewijzen en we zullen dat ook... En uiteraard gaat dan de ganse gemeenteraad uitgenodigd worden op een gepaste manier vieren rond 11 november bij de inhuldiging van de straat. Oké, dank u wel. Dan komen we bij het volgende puntje en dat gaat over een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en VZW Het Kietelt. Het gaat over een goedkeuring. Dit agendapunt werd ingediend door de fractie Buur. En ik ga eventjes het woord geven aan Melissa Bosmans voor een toelichting van dit agendapunt. Goedenavond allemaal. Dank u wel voor het woord, Katrien. Zoals iedereen weet zijn er in Hooydonk-Helchter heel veel kinderen die in kansarmoede leven. We zijn dan ook een beetje gaan luisteren naar
ja, hoeveel dat er juist zijn. We hebben dan informatie doorgekregen van het OCMW. En blijkbaar, in het kader van corona, zijn er knutseldozen uitgedeeld geweest. En een 500-tal kinderen in onze gemeente. Dus we hebben dat cijfer genomen om te gaan kijken, ja, hoeveel kinderen zouden nu in aanmerking kunnen komen in onze gemeente om ook een verjaardagsdoos te krijgen. Zo'n verjaardagsdoos is een pakket waarin een cadeau zit voor de jarige. Een aantal uitnodigingen zitten daarin om de verjaardag samen met vriendjes te vieren. Er zit ook een cakepakketje in om samen thuis een cake te kunnen bakken. Het is het OCMW die de toeleiding zal doen via andere organisaties bij ons in de gemeente. Ja, het is een mooi aanbod wat VZW Kietelt eigenlijk heeft voor de kinderen in kwetsbare gezinnen die jarig zijn, om ook hun een leuke dag te bezorgen op deze speciale dag. Nu, zo'n doos kost €40. En als we dan de berekening doen, 500 kinderen en €40 per doos. Ja, dan, en we moeten daar 70% zelf van een tussenkomen als bestuur. Dan zitten we aan een €14.000 wat we als gemeentebestuur gaan moeten uitgeven of moeten inboeken in het meerjarenbudget om dit waar te maken. Daarvoor hebben we een besluit klaargemaakt. En als ik het even voorlees, de gemeenteraad gaat akkoord om in het kader van de aankomende wijziging van het meerjarenplan een samenwerkingsovereenkomst met VZW Kietelt uit op Itterbreed te onderzoeken en dat specifiek voor het project van de verjaardagsdozen. Dus we zouden het ten zeerste waarderen moest zowel de meerderheid als de andere oppositiepartij meegaan in dit verhaal voor de kwetsbare kinderen in onze gemeente. Dank u wel, Melissa. Stijn, wilt jij nog eventjes iets toevoegen? Niet meteen. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is van een project waarbij dat je inderdaad kinderen die uit kwetsbare gezinnen komen, mits een beetje ondersteuning en begeleiding, toch kunt laten integreren in een normale omgeving. Ik druk me misschien een beetje fout uit, maar het is wel zo dat we, als we ook met mensen uit het onderwijs praten, dat er toch heel veel kinderen zijn die bijvoorbeeld niet kunnen trakteren in de klas, die niet een feestje kunnen organiseren zoals andere kinderen dat in de klas wel kunnen doen, omwille van de thuissituatie. En dit is een mogelijk initiatief om daar toch een bepaalde toeleiding toe te doen, zodat iedereen op een bepaald moment, zeker op zijn verjaardag of haar verjaardag, meetelt. Dus ik vind het een heel mooi voorstel van Melissa. Oké. Als ik even mag reageren namens de meerderheid, ik denk dat we vandaag zitten we in een goede wisselwerking wat de gemeenteraad betreft. Ik hoop dat we dat komende jaar op die manier kunnen doorzetten. Het is een vorm van samenwerking, respecteren van het werk van ieders en de ideeën. Wanneer die samen komen, dan komt er altijd iets goed uit. Ik denk dat we ook af hebben gesproken, onderling ook in de meerderheid in het college, om het voorstel ernstig te onderzoeken de komende weken en maanden in opbouw en aanloop naar het meerjarenplan. Dus we gaan akkoord met zoals het nu voor ligt om het mee te onderzoeken in het kader van het meerjarenplan. Goed. Dan ga ik verder. Katrien? Ja? Sorry, ik heb mijn hand niet opgestoken. Ik wil toch nog de meerderheid bedanken om dit verder te onderzoeken en dan mee te gaan nemen in het meerjarenplan. Dank u wel. Oké, dank u wel, Melissa. Dan zijn er nog vragen door de raadsleden gesteld geweest schriftelijk. 7 vragen namelijk die gesteld zijn aan het College van Burgemeester en de Schepenen. Ik ga voor de eerste vraag het woord geven aan raadslid Michiel Lenze in verband met overlast door kraaien. Michiel, aan u het woord. Ja, dank u voor het woord. Ik heb van verschillende mensen te horen gekregen dat er een probleem was met kraaien. Welke problematiek zou dat geweest zijn? Dat het feit dat de kraaien de huisvuilzakken kapot prikte en het huisvuil over de hele straat rondstrooide. Nu willen wij als diervriendelijke buurfractie, zoals iedereen weet dat we dat zijn, weten op welke manier het gemeentebestuur dit zou kunnen aanpakken. Dat is
Mohamed, aan u het woord. Goedenavond allemaal. Die melding wat u heeft laten weten, ja, dat klopt. Dat was mij ook wel opgevallen. We hebben het ook eens bekeken en eens laten onderzoeken. Maar ik moet u melden dat de kraaien valt onder beschermde diersoorten. We kunnen ze alleen maar bestrijden, eventueel als ze een militaire basis, vliegbasis of landbouwterreinen schade aanbrengen. Dan kunnen we een uitzondering vragen om deze te mogen bestrijden. En het problematiek wat u nu aankaart, ja, dat valt er juist net buiten. Dus ik zou in eerste instantie willen blijven aanraden om iedereen zoveel mogelijk een huisvuil zo laat mogelijk buiten te zetten, dezelfde dag en de voormiddag. Ik wil ook nog wel vertellen dat wij sinds vorig jaar en dit jaar ook tijdens de zomerperiode kunnen wij wekelijks onze huisvuilzakken ook aanbieden, nog altijd een containerpark. Dus voor de rest denk ik dat ik u hiermee moet tevreden stellen, omdat we wettelijk gezien ook gebonden zijn en niet echt specifiek een bestrijding of zo kunnen uitvoeren naar de kraaien. Goed, ik ga even. Ik zag dat Luciana haar hand opstak. Michiel, jij ook, maar jij was als tweede, dus ik ga Luciana eerst het woord even geven. Luciana? Ja, het gaat hier over de afvalzakken. Een vraag aan de schepen. Tot nu toe kunnen we nog altijd per gezelf, niet vergis, één keer per week maar naar het container. Er heeft actueel ook in de krant gestaan dat vele mensen dat weinig vinden. Nu Limburg.net raadt aan om afval te stockeren en gebruik van huisvuilafhaling. Maar daar zit dan ook weer een beperking op in het aantal zakken, net zoals bij de andere soorten afval. De vraag is, kan er niet gevraagd worden om toch vaker te mogen langskomen? Enerzijds, heel veel mensen zijn nu aan het verbouwen, aan hun tuin aan het werken en dergelijke, zoals bijvoorbeeld asbest kan niet weg en kan niet worden opgehaald. En aangezien het aanbod in de dienstverlening van Limburg.net vrij laag is, zou het ook misschien verstandig zijn of een vraag kunnen gesteld worden aan Limburg.net om ook iets aan de factuur te doen, want die is wel 100%. Mohamed, even tussenkomen. Dag Luciana, ja. Dat is ook een terechte vraag. En ik heb gisteren nog op de raad van bestuur dat ook aangekaart. Wij zijn momenteel aan het bekijken eventueel hoe we inderdaad de mensen terug die behoefte hebben om meer dan één keer in de week langs te kunnen gaan, hoe we dat kunnen terug mogelijk maken. Dus we zijn ermee bezig en ik denk dat we binnen dit en een week of tiental dagen toch een antwoord op gaan geven. En eens kijken hoe we dat gaan aanpakken. Dus het is gemeld op aan Limburg.net. Oké, goed. Dank u wel, Mohamed. Michiel, wilt jij hier nog iets aan toevoegen? Eigenlijk wel. Verschillende gemeenten en steden die werken met vuilniscontainers voor huisvuil. Nee? Is dat geen optie? Ja, ik denk dat dat onderzocht gaat moeten worden. En ik denk dat Mohamed weet waar dat in de komende weken gaat naar op zoek. Ja. Mohamed? Ja, ik wil nog als laatste zeggen, we zullen bekijken inderdaad eventueel of er andere mogelijkheden zijn. Maar op dit moment heb ik het niet zomaar bij de hand liggen. Goed, dank u wel. Dan is er een tweede vraag en die gaat komen van raadslid Luciana Costa in verband met de huisvesting van VZW Warm Hart. Luciana? Ben ik. Dank u wel, voorzitter. Een aantal maanden geleden hebben we als buurtfractie aangehaald dat er dringend een aantal investeringen nodig waren in de accommodatie van Warm Hart, onder meer de verwarmingsinstallatie. Nu als buurtfractie willen we eigenlijk weten wat is de stand van zaken. Wat is er ondertussen al hersteld of aangepakt en voor welke zaken moet er nog een oplossing gerealiseerd worden? En momenteel wordt er gewerkt aan de renovatie van het voormalig sociaal huis.
het opzet hier is dat Sint-Vincentius daar zijn onderdak zal krijgen. Wat is hier rond de stand van zaken? Mustafa? Ja, goed. Goedenavond allemaal. Dat klopt, Luciana. Mag ik je micro uitzetten misschien, Luciana? Dank je. Dat klopt dat u die vraag gesteld had. En ik had u toen ook meegedeeld dat wij in onze begroting voor 2020 30.000 euro hadden voorzien. Die middelen zijn inderdaad ter beschikking. En we hebben voor de corona samengezeten met de mensen van Warm Hart. En daar gingen bepaalde werken onmiddellijk uitgevoerd worden. Vooral de warmteblazers of de luchtverhitters, heet dat ook de technische term. De luchtverhitters die zijn natuurlijk geïnstalleerd op basis van een industrieel gebouw. Maar nu, wij hebben dat laten onderzoeken, maar die luchtverhitters die bestaan niet meer. Die zijn niet meer in de markt terug te vinden. Dus de technische dienst heeft beslist om die luchtverhitters volledig uit te halen en nieuwe elektrische verwarming te zetten. Dat is een van de dringendste noodzakelijke ingrepen dat nu moet gebeuren. Voor die andere werken dat moet uitgevoerd worden, is het zo dat wij volgende week terug met die mensen gaan samenzitten. Je weet ook dat wij tijdens de corona niet veel werk hebben kunnen uitvoeren. De volgende week heeft Jurgen en Erik van de Geneugde met de mensen van Warm Hart een nieuwe overleg over die andere aanpak, wat er nog dient te gebeuren. Maar ik wil u ook meedelen dat de andere ingrepen niet zo hoogdringend waren. En ik ga u ook meedelen, inderdaad, Sint-Vincentius gaat binnenkort verhuizen. Ik kan u goed nieuws vandaag meedelen dat Sint-Vincentius vanaf 6 juli gaat verhuizen. De renovatiewerken zijn zo goed als volledig afgewerkt. Alleen de lift is nog niet geplaatst. En die levering is te laat natuurlijk, omwille van de corona. Maar die lift zal op de week van 22 juli ook geplaatst worden, waardoor dus alle werken zijn uitgevoerd. En tegelijkertijd heeft ook het bestuur geopteerd om toch eens te kijken naar een Campus Plus centrum, als ik dat zo mag noemen. We hebben dat zo genoemd, om te kijken van, ja, kunnen wij die drie armoedepartners toch niet onder één dak brengen? Sint-Vincentius, Warm Hart en desnoods ook Weggeefwinkel. Daarvoor waren de eerste verkennende gesprekken gestart voor de corona. Maar nu gaan wij een definitieve gesprek voeren om te kijken of eigenlijk toch een verkennende gesprek starten daar rond. Dus vanaf dan gaan we ook bekijken. Ja, ik moet ook heel positief meedelen dat we tijdens de corona een hele nauwe en positieve samenwerking hebben gehad. Zowel met Sint-Vincentius, zowel met Warm Hart, als ook met Weggeefwinkel. Dus dat mag ook gezegd worden. Dus Sint-Vincentius heeft voedselpakketten uitgedeeld. Warm Hart heeft zijn voertuigen ter beschikking gesteld om samen aan huis te, bijvoorbeeld mensen die niet mobiel waren, ook de voedselpakket aan huis te leveren. Dus dat is ook wel een heel positieve nauwe samenwerking ontstaan. Luciana, ik zie dat jij daarop wilt reageren. Ja, graag. Corona heeft natuurlijk een beetje stokken in de wielen gestoken. Nu, het is niet de eerste keer en eigenlijk frustreert me dat een beetje dat als wij met vragen komen, dat wij regelmatig het antwoord krijgen, we hebben net overleg gehad of we hebben net toevallig overleg gepleegd. Ik heb vandaag toch eens getest of er inderdaad overleg geweest is. En ik heb met het bestuur van Warm Hart gebeld vandaag. Zij weten van geen overleg van volgende week, want ze waren zelf van plan om jullie te bellen, omdat al sinds oktober niets meer gehoord. En zeg dat dan niet, dat bedoel ik gewoon. Luciana, ik heb met uw moeder zelf ook gesproken, daarvoorhand zelf al. Hè. En die, inderdaad, die afspraak is door de technische dienst gepland voor volgende week. En de communicatie zal nu ook uitgevoerd worden. Dat is ook zo. Maar de technische dienst is gepland voor volgende week samen te zitten met de moeder. Soets is waarschijnlijk aan het meevolgen. Ik heb heel het bestuur gehoord vandaag. En ze waren gewoon niet op de hoogte, Mustafa. Klaar. Ja, dat klopt. Tussen de corona is er geen communicatie meer geweest. Dat heb je ook gezegd. Dus vanaf nu gaan we de start uitvoeren. We kijken er naar uit. Goed. Oké. Ik stel voor dat dat daar snel duidelijk werk van gemaakt wordt. Iedereen zit uiteindelijk vol goede bedoelingen.
Dan is er nog een vraag, een derde vraag, die door raadslid Joël de Tremont gaat gesteld worden in verband met de verkeerssituatie op de kruising van de Zwaluwstraat en de Donderslagweg. Joël, aan u het woord. Inderdaad, de vraag is in verband, die is al regelmatig gevraagd, voor de verkeerssituatie in de kruising van de Zwaluwstraat en de Donderslagweg. Zeker voor het zicht, als je de Donderslagweg wilt oprijden. Ja, het was al slecht en nu hebben ze dan nog eens een hek aan de andere kant gezet. En er zijn al een aantal ongevallen gebeurd, met alleen maar blikschade, gelukkig. Maar we vragen ons wel af wat er nog aan gaat gebeuren of dat er nog echt iets aan gaat gebeuren. Want het is wel, er zijn wel studies geweest en ze zeggen wel dat het wel goed is. Maar in de praktijk is het heel gevaarlijk om die weg op te rijden. Luc, ik geef u het woord. Ja, ik ga daar kort op reageren. In de zin van, zoals u in uw vraag ook gesteld hebt, dit is dus duidelijk, van AWV, de Donderslagweg, zijn een deskundige ter plaatse gestuurd qua mobiliteit. En die heeft dus gezegd, nee, dat die mening staat niet hinderlijk. Wij hebben ook ter plaatse bij de mobiliteitsambtenaar geweest en die zegt eigenlijk hetzelfde. Wat wil dat zeggen? Dat we er niks gaan doen? Nee, dat is zeker niet waar. Ik vind het wel gevaarlijk. Als je snel het aanpassen en je stopt op het kruispunt, zoals ons visie kent je, wij gaan er niks aan doen. Maar daarom gaan wij nog niet stoppen, dus we gaan via schepen verpoorten. Hij kent u de nieuwe eigenaar en hij gaat dan ook de nodige vragen stellen aan die eigenaar of die eventueel toch bereid is van die mijning het beest te verplaatsen. Volgens de laatste berichten van de schepen hoor ik dat die man daar wel toe zou bereid zijn. Dus ik denk dat er misschien wel een oplossing voor is dan. Dank u, Luc. Filip Gielen straks een hand op. Filip? Ja, hoi. Ja, dank u voor het woord. Wat betreft de situatie aan de Zwaluwstraat en de Donderslagweg, bedankt voor het antwoord. Maar hoe zit de situatie een paar honderd meter verder, de kruising met de Donderslagweg en de Fazantenstraat? Want als je daar van de Fazantenstraat komt en naar links wilt rijden, dan moet je eigenlijk bijna half met je auto op het rijvak van de Donderslagweg terechtkomen, eer dat je iets ziet. Wordt die situatie ook onderzocht, of is al onderzocht, of wordt er iets aan gedaan? Ja, ik denk dat dat volledig in de planning zit van de ontwikkeling van de KMO-zone. Dan wordt dat volledig aangepast. Hè? Dus de Fazantenstraat met volledig de hoek tot en met de Leijsterstraat. Dat moeten we in die planning dan voorzien. Ik wil er even op reageren, als ik mag. Ik denk dat daar gesprekken lopen. We hebben voor corona aan tafel gezeten daar rond. Alles heeft te maken ook met de ontsluiting. Iedereen weet van de Leijsterstraat een stuk. Van de wijk Den Hagendoornheide. Hoe gaan we dat het beste aanpakken? Maar de schepen weet ook. Zijn in overleg met AWV. En die leggen daar op de Donderslagse weg nog altijd beperkende maatregelen op. Als het gaat om de bereikbaarheid van bepaalde kruispunten. We zijn daar verschillende keren in debat geweest. Ook rond de Zwaluwstraat zelf en de kruispunt van de Fazantenstraat naar zichtbaarheid toe. En zij blijven dat hardnekkig langs zich neerleggen, ook voor een stukje. Dus ik denk dat we... er is nog een vergadering gepland, ik geloof volgende week, volgende maandag, met de schepen, met de verkeersambtenaar, komt dat terug op de agenda. Goed, ik zie dat Stijn ook zijn hand opsteekt. Ja, heel kort. Ik ben natuurlijk blij dat er overleg komt. Dit is een probleem wat in Oud-Oost toch al wel, ik denk, 2-3 jaar aansleept sinds de heraanleg van de Donderslagweg. En er wordt terecht voor een stuk ook wel verwezen naar AWV, maar ik wil er toch ook wel eventjes op hameren. Dat als het bijvoorbeeld gaat over de omheiningen die mensen hebben staan, en op de hoek van de Fazantenstraat is het effectief een probleem dat er een omheining staat op privégrond met vrij hoge begroeiing, waardoor dat je eigenlijk niks ziet, dat het perfect aan de gemeente kan zijn om daar maatregelen op te leggen of te vragen in eerste instantie. Je moet ze niet meteen opleggen, want ik denk dat die mensen wel bereid zijn, mits dialoog. Dus
de verantwoordelijkheid afschuiven op AWV is deels terecht voor de donderdagweg, maar dat neemt niet weg dat je als gemeente ook zelf ingrepen kan doorvoeren, aanvragen of opleggen. Maar ik begrijp uit de antwoorden dat er nu eindelijk effectief werk van gemaakt wordt. Dus ik ben, we zijn met z'n allen, denk ik, afwachtende naar goede resultaten daaromtrent. Dank u wel. Goed, dank u wel, Stijn. Stijn, dan ga ik u onmiddellijk ook het woord geven voor de vierde vraag voor, in verband met het inrichten van de fietsstraat in de binnenvaart. Dat is een beetje een gelijkaardige vraag of een gelijkaardig probleem. De Binnenvaartstraat, daar wordt ook al flink wat jaren eigenlijk door de buurtbewoners geklaagd over verkeersonveilige situaties. Vooral de hoge snelheden en de conflictzones tussen het zwakke weggebruik en de wagens is een probleem. Nu, daar is in het verleden ook al wel het een en het ander gebeurd. We moeten daar ook niet flauw over doen. Er staan nu op dit moment ook een aantal bloembakken die de weg voor een stukje versmallen, maar die weg anderzijds ook interessanter maken voor de racers die daar zijn gezag willen doen. Ik heb intussen begrepen dat er met een paar buurtbewoners een gesprekje is geweest. Wat onze fractie eigenlijk vraagt, is enerzijds van ja, kunnen wij niet met z'n allen daar een oplossing voorzien dat het daar veiliger wordt voor iedereen? En misschien kan die oplossing in een fietsstraat liggen, dat is het voorstel wat we doen. In die zin dat ja, de plas is toch de komende maanden, en dat is elk jaar opnieuw, een hotspot. Dat trekt heel veel volk aan. Als je daar een fietsstraat inricht, dan heeft dat niet alleen een aantal restricties voor het weggebruik. Bijvoorbeeld, fietsers hebben altijd voorrang. Bijvoorbeeld, je mag er maximum 30 per uur rijden. Maar dan kan je daar ook, mits beleiding en mits kleuren aanbreng op het wegdek, een karakter eigenlijk gaan creëren, waardoor dat je als gemeentebeleid en als gemeentebestuur ook laat zien aan die vele bezoekers en passanten daarvan, ga met de fiets naar de plas. Je moet daar niet zijn met je auto. Merendeel komt uit onze eigen gemeente, uit onze eigen wijken. Dus waarom kunnen we niet een win-win situatie en een veiligere buurt en een signaal geven en een fietsbeleid gaan promoten op die weg? Dat is een beetje onze vraag en ons voorstel. Luc, aan u het woord. Ja, die vraag komt juist nadat wij een vergadering gehad hebben. Wij hebben een vergadering gehad op 18-6 met een delegatie van de buurtbewoners. Er waren twee mensen waar we in gesprek mee gegaan zijn. Wat is er uit de bus gekomen? Dat er hard wordt gereden, dat weet u wel. En dat er iets moet gedaan worden aan die bloembakken. Nu hadden wij gedacht van die bloembakken dus parallel met elkaar te zetten, met aan twee kanten een opening als fietspad. We hadden dat uitgeteld. Dus twee keer een fietspad van 1 meter. Twee keer een bloembak van 70. Dan kwamen we tot de constatatie dat dat 3,40 meter is in totaal. En dat schiet er nog 2,60 meter over op die weg. Wat is het probleem op de Middenwegstraat? Dat is een weg die wordt ook gebruikt door de boer die daarachter zijn weilanden heeft, die een zware tractor heeft. Die kwam er ook juist door toen we samen daar ter plaatse waren. En ook, daar moet zwaar transport, zwaar vervoer door. Wat is dat zwaar transport? Dat zijn de wooncaravans die naar de camping moeten. Daar moeten we dus 3,40 meter voor voorzien. Dus als we die 3,40 meter gaan, dan hebben we dus niks meer voor ons fietsers. Wat hadden we toen gezegd tegen die mensen, toen we ter plaatse geweest zijn, dus een dag nadien, misschien die fietsstraat, hadden we dat die mensen voorgesteld. We hebben dus gezegd, kijk, we kunnen daar die bloembakken eventueel verplaatsen en dan midden dus een fietsstraat maken. We hebben ook uitgelegd wat een fietsstraat is, 30 km per uur, de fietser heeft voorrang, de bestuurder van een wagen of motorvoertuigen, die moeten achter de fietser blijven. Dan zeg ik die mensen onmiddellijk, nee, alsjeblieft, doe dat niet. Want dan rijden ze als kinderen zeker dood. Als ze een visie gaan hebben van een straat, je weet even goed als ik, zeggen de mensen, wie hier komt, dan gaat dat een ramp veroorzaken. Ook het grootste verkeer, eigenlijk wat er doorkwam toen wij daar, we hebben er wel een paar uren bij die mensen dus gestaan, was eigenlijk het publiek van de camping. Er zijn heel veel mensen dus die 's morgens daar vertrekken, naar de bakker of naar de winkel, en dan 2-3 keer per dag. Daar komt dus zeer veel verkeer ook door van de camping, niet alleen van de plas. Nu is dat misschien nog minder als binnen een paar weken. Maar op dit moment is het dus meestal het verkeer van de camping dat er door kan. Wat gaan we nu in de toekomst doen? We gaan contact nemen met de campinguitbater. Of we misschien een regeling kunnen treffen dat die man bepaalde termijnen gaat bepalen voor dat speciaal transport. Ik denk dat dat heel moeilijk kan zijn wettelijk. Als jij morgen op een camping een caravan laten brengen, of wij dat kunnen gaan zeggen, ja, je mag dat alleen op die dag gaan doen. We weten niet of dat mogelijk is, maar dat gaan we zeker doen.
We gaan ook contact nemen met de verkeersdeskundige van politie Karma. Die hebben dus een nieuwe man in dienst die niets doet als verkeer en verkeerssituaties gaan kijken. Dus we gaan die man dus uitnodigen om daar eens gaan te komen kijken wat we daar toch nog kunnen doen. Maar voorlopig is er dus nog geen oplossing. Want de bewoners zagen dus niet zitten van die fietsstraat, feitelijk genoeg, want dat was misschien een oplossing geweest. Melissa, stak je hand op. Ik had mijn hand op. Melissa, je bent aan het spreken zonder microfoon. Ja. Mijn micro staat nu pas aan, sorry. Ik ben zelf opgegroeid in de Binnenvaartstraat. En mijn ouders die wonen daar vandaag nog. En mijn zoontje gaat daar zelf ook nog opgroeien als hij bij zijn grootouders op bezoek gaat. En het verwondert mij een beetje, Schepen, dat je aangeeft dat je buurtbetrokkenheid creëert, maar dat je maar een gesprek hebt met twee mensen uit de buurt. Er zijn zoveel mogelijkheden en initiatieven mogelijk. Een buurtvergadering implementeren, een brief kunnen de bus bij alle bewoners. Is dat echt iets wat we vanuit buur moeten gaan trekken? Ik snap het echt niet. Stel er toch gewoon een fietsstraat voor? Dat is toch mogelijk? Onderzoek dat er degelijk en betrek de buurt en niet twee mensen die u per toeval eens treft en dan iemand die nog eens voorbij komt met zijn tractor die je dan ook nog eens aanspreekt. Hoe serieus is dat? Ik wil daar toch eens onmiddellijk reageren. Die tractor hebben wij niet aangesproken. Die kwam daardoor toen wij met de buur waren. Wat u zegt, we hebben maar twee mensen gecontacteerd. Zeker niet waar. We hebben de buurt gecontacteerd en die hebben twee mensen afgevaardigd voor de eerste vergadering op 18-6. Op 19-6 zijn we te plaats geweest. En daar hebben we met de ganse groep, op dat moment 8 verschillende gezinnen, hebben we gepraat. Dus het is zeker niet dat we maar twee mensen gecontacteerd hebben. Ik denk zelfs dat uw vader daarbij was. Nadien heb ik dat horen zeggen. Ik weet niet of het waar is. Ik zeg het maar. En dat waren 8 verschillende gezinnen waarmee we gepraat hebben ter plaatse en ook de weg afgewandeld hebben. Dus het is zeker niet dat wij de buurt niet gekend hebben. Nu, ik heb er nu wel moeite mee dat je zegt, Schepen, uw vader was erbij. Als je dat niet weet, zou je dat beter niet zeggen. Hetzelfde gebeurde daar juist ook bij Luciana. We hebben uw mama aan de lijn gehad. Of dat niet geweest is, moet je dat ook niet zeggen. Melissa. 8 inwoners. Sorry. Melissa. Ik heb niet gezegd dat uw vader erbij was. Ik wou het juist zeggen. Uw vader misschien bij geweest was. Dat ze tegen Luc gezegd hebben dat uw vader er misschien bij is, maar Luc kent hij niet. Enfin, we gaan hier niet over discussiëren, ja, Stijn, aan u het woord. Enfin, je voelt inderdaad aan dat er een probleem is met die straat. Mij gaat het niet om wie er in het buurtcomité zat en hoeveel het er waren, maar mij gaat het er wel om dat je eigenlijk zo'n materie niet in de schoot van die mensen mag leggen. Ik ben het niet eens met de stelling dat als je er een fietsstraat van maakt, dat het nog gevaarlijker wordt. Integendeel, als je er een goede fietsstraat van maakt, enerzijds heeft die geen enkele repercussie op de problemen die aangehaald zijn naar zwaar verkeer of naar de breedte van het verkeer. Anderzijds, een fietsstraat betekent ook, de suggestie van de Meeken wordt gegeven, dat je er ook een aantal momenten inbouwt waar je een soort van drempelfuncties creëert die de snelheid van maximum 30 km/u op die weg voor een stukje gaan genereren. Dus je moet het hele verhaal goed kaderen. En ik vind eigenlijk dat je hier als bestuurder verantwoordelijkheid in moet nemen en dat niet in de schoot mag leggen van buurtbewoners. We hebben in het verleden al voorbeelden ervan gehad waar ook wel goede elementen in zaten, maar zeker ook een aantal slechte elementen in zaten. Dus we moeten hier, hoe dan ook, welke het ook mogen zijn, een oplossing voorzien. Want iedereen weet dat de komende weken en maanden het heel erg druk gaat worden. Niet alleen met de campinggasten, maar vooral met de jongeren die naar de plas gaan. Ik durf ook het woordje jongeren noemen, want dat is gewoon aangetoond. Dat is een feit. Daar wordt geraced op die weg. Daar wordt van alles gedaan op die parking wat niet moet. Dat is gewoon een probleemzone. En hoe het wordt aangepakt, dat boeit me niet. Als het maar aangepakt wordt. En liefst zo snel mogelijk. Burgemeester? Ja, ik wil toch een paar dingen rechtzetten. Het gaat hier niet over kip of het ei. Het is blijkbaar een zeer actueel thema. Het bestuur is daarmee bezig en de oppositie is daarmee bezig. Ik denk dat we best samen de handen in elkaar slaan. Laat de wijze waarop de raad is tot stand gekomen voorbeeld zijn om hier ook samen rond na te denken. Het is effectief zo, en ik zat mee aan tafel, dat er klachten zijn. Ik heb echo. Excuus. Maar ik vraag dat de micro's worden uitgezet. Ja, oké.
Het is zo dat die klachten al maanden lopen. We hebben op vraag van een aantal buurtbewoners hebben wij mensen uitgenodigd hier. Dat is al, ik denk, vier of zes weken geleden. En het gaat ook niet over het kip of het ei. De alertheid en het debat van vandaag toont aan dat we inderdaad hier inspanningen willen leveren. Verwacht ook niet alle oplossingen, mensen. Alsjeblieft, na een periode van corona waar niemand op straat mocht en nu een uitbraak is, maar op een andere manier, van mensen die plots terug naar de plas gaan. Het gaat om een zeer moeilijke ontsluitingsweg. Iedereen weet dat. Die plas is enorm in trek, zeker bij hoge temperaturen. Een aantal jongeren gaan de komende maanden niet op vakantie, dus we gaan daar een toestroom krijgen van mensen. We zijn daar ook nog inspanning aan het leveren hoe we dat best gaan organiseren. Maar inderdaad, er is een problematiek op de Binnenvaartstraat. Mensen hebben al voorgesteld om de ingang te verplaatsen naar de ingang van Kellertroef. Maar uiteindelijk blijft het een weg die daar ligt en waar we goed moeten over nadenken. Ook in het kader van XO, extreme outdoor, hebben we daar een toegangsprobleem elk jaar. Hier gaat het om een leefstraat. Dat is de roep die ik hoor, zowel van de schepen als van de mensen uit de oppositie. Laat ons kijken op welke manier we naar een fietsstraat kunnen groeien en welke alternatieven er nog zijn. Ik denk op het vlak van handhaving nu, dat we misschien kunnen werken met een soort van een toestel dat daar wordt geplaatst, hè, waarbij je weet het, de smalies of de kilometerstand wordt opgelegd, dat we een aantal kleinere acties doen. Ik heb ook gevraagd aan de commissaris om één of twee verkeersacties te doen de komende weken, ondersteunend naar het probleem, om dan onderliggend samen met de schepen en misschien met een aantal mensen hier aan tafel of aan het scherm, meer bepaald, te kijken hoe we samen met de inwoners daar tot een oplossing kunnen komen. Dit is een zeer goed gesprek geweest hier, dat alle richtingen uitging, maar dat een beetje gedwarsboomd is. En ik kijk dan naar de schepen door de realiteit op dat moment. Ze zijn dan geconfronteerd met een aantal obstakels. Want anders hadden we nu de poortjes gezet, zoals in de Edelwijstraat, wat een oplossing had kunnen zijn. Maar de breedte van de weg laat niet toe om, en ook het verkeer laat niet toe om dat te doen. Je zit daar met een ingang naar de camping toe. Je zit er met een aantal tractoren. We hadden gehoopt dat dit nu voor 1 juli was ingericht. Dat was ook de bedoeling. De verkeersambtenaar is ermee naartoe gegaan. Maar laat ons blijven zoeken naar oplossingen. Misschien nog deze zomer. En anders in een rustige periode na corona. Want het wordt altijd maar lichter en lichter. We mogen meer terug aan tafel om te zoeken samen naar een oplossing in deze. Melissa, ik had gezien dat jij nog eventjes wou reageren. Wat zei je, Katrien? We hebben u niet verstaan. Ik zeg, Melissa had haar hand opgestoken, dat die nog eventjes zou reageren. Maar jullie zitten met veel schermpjes samen en dat is daarom dat die echo is. Maar hier staat niks dubbel op. Melissa heeft haar handje tussen weggedaan, dat was niet van de vorige keer. Ik wil mij gewoon eventjes aansluiten bij de burgemeester. Ik denk inderdaad dat het een dossier is waar samenwerking mogelijk is. En omwille van die problemen en omwille van de niet-mogelijkheden van die bloembakken, et cetera, dat is net de reden waarom wij het idee van die fietsstraat hadden gelanceerd. Maar goed, we gaan het hierbij laten. Ik hoop dat hier een vervolg komt. Ook zoals de voorgaande punten waarschijnlijk, hopelijk over de partijgrenzen heen. We doen dat het daar gewoon een veilige binnenvaartstraat wordt. Ja, ik wil daar nog heel even op reageren misschien, Stijn. Je bent van harte welkom, want je bent toch een beetje deskundige op het gebied van fietsen. Je bent altijd welkom op een mail voor de zaakjes verder te bespreken. Dan moet je er wel zijn, hè, Luc. Als je me belt, ben ik er. Goed, dank u wel. Dan ga ik voor de vijfde vraag het woord geven aan raadslid Philippe Gielen in verband met de verkeersveiligheid op de weg naar Zwaardberg. Philippe, aan u het woord. Dank u. Zoals iedereen weet, of misschien ook niet, is er nog een straat die vrij problematisch aan het worden is in Houtale-Hellichte, en dat is de weg naar Zwaardberg. Daar stelt zich het probleem dat er de toestand voor de zwakke weggebruiker vrij onveilig is, maar ook vooral een probleem van overdreven snelheid die daar gehaald wordt. Onze vraag als buurfractie zijnde is daar recent op snelheid gecontroleerd? En zo ja, wat zijn daar de resultaten van?
Een tweede probleem wat zich daar stelt op die weg naar Zwartberg is dat op veel plaatsen op de berm, om een naam te geven, tweedehands auto's staan, die daar op een serieus stuk van die berm innemen. Dat is zowel esthetisch niet echt mooi, naar de handelaars toe is dat een belemmering. En ook qua vervuiling kan ik me voorstellen dat dat problemen kan geven in de toekomst. Nu is de vraag, is het bestuur daarvan op de hoogte van dat laatste puntje? En zo ja, kan of wil het bestuur daar iets aan doen? Luc, en nu het woord. Ja, qua ingrepen die er dient te gebeuren, die zitten dus verweven in ons vlaggenschip, vlaggenschip 4. Wat in de herinrichting is van de weg naar Zwartberg, die gaat er zeker aan opgenomen worden. In verband met de voertuigen, dat die zegt die verkoopt zijn aangeboden al daar. Daar zijn twee verkoopspunten, garages, waar ze tweedehands voertuigen verkopen. Ik heb daar zelf gaan kijken. Daar staan dus drie voertuigen achter elkaar en drie voertuigen naast elkaar geparkeerd of te koop aangeboden, waarvan de voertuigen wel degelijk, wat u ook zegt, tamelijk kort bij het fietspad staan. Hindert niet de fietser? Ik denk het op dit moment niet. Maar dat is wel degelijk waar. Wij kunnen natuurlijk aan de wijkagent leren, dat vroeger, ik denk dat dat nog altijd zo is, die mensen aanmanen van die eerste rij voertuigen te verplaatsen naar achter. Dat zou kunnen, maar is dat nodig? Ik denk het niet. Ik heb niet gezien dat dat hinderlijk is eigenlijk voor de fietser. Andere wagens heb ik daar niet opgemerkt. Ik heb er ook geen hindernissen opgemerkt. Er stond geen enkel voertuig te koop aangeboden langs de weg. Dus ik weet niet waar het is. Ik ben altijd bereid om u samen eens gaan te kijken. Mij geen probleem. Wat betreft de snelheid, daar zijn dus flitsen is dat gebeurd. Denk 14 dagen geleden ongeveer, of 3 weken geleden, door politie Karma. Het probleem is echter dat nu de boetes die worden opgemaakt in Antwerpen, dat wordt meer door politie Karma zelf gedaan, waarbij het ook wel langer duurt voordat die uitslagen gekend zijn. Op het moment dat ik die uitslagen heb, zal ik die zeker aan u bezorgen. Maar ik ben zeker bereid voor ons gaan bekijken. Als u zegt dat er meerdere voertuigen staan, dan staan er nu dus niet altijd, zeker niet, want ik ben daar doorgekomen. Er waren daar alleen die voertuigen voor die twee garages. Dank u wel, Luc. Stijn, stak zijn hand op. Ja, ik wil gewoon eventjes aanvullen. Ik snap wat de schepen zeggen, of wat Luc zegt. Maar feit is wel dat een reeks van die voertuigen op het openbare domein staat. En bij wet is het volgens mij nog steeds verboden om een niet genummerd, enfin, een voertuig zonder nummerplaat zomaar op de berm te plaatsen. Nu, los van de wetgeving is het gewoon ook de vraag van, ja, is dit het straatbeeld eigenlijk wat wij willen creëren in Houthalen-Helchter? Want het is een probleem van de weg naar Zwartberg, maar het is ook een probleem wat bijvoorbeeld stel aan op de Kazernelaan aan het opduiken is en op andere straten in onze gemeente. En ik denk niet dat het een meerwaarde is op geen enkel vlak. Anderzijds, terugkomend op het probleempje op de weg naar Zwartberg, een van die handelaars heeft ook voertuigen aan de overzijde geparkeerd of geplaatst op grasvelden, op de parking eigenlijk deels van een horecazaak daar. Daar is helemaal geen vergunning om die voertuigen op die locatie te plaatsen. Dus ik denk dat er toch wel eens een gesprek nodig is met die mensen. We zijn allemaal voorstander voor goede ondernemers en voor de kansen die die mensen moeten krijgen. Maar dat moet natuurlijk wel binnen de contouren van uw vergunning en binnen de contouren van de wetgeving zijn. En ik denk dat dat hier op deze locatie niet het geval is. Maar we gaan op de uitnodiging in en we gaan binnenkort een plaatsbezoek doen samen met Luc, die helaas wel net een nieuwe auto heeft gekocht, maar goed, om te kijken hoe we dat kunnen oplossen daar. Ja, Stijn, ik heb ook de volledige baan gefilmd in twee kanten, dus we kunnen eerst het filmpje nog eens bekijken voor te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Goed, dank u wel. Dan gaan we naar de zesde vraag en daarvoor ga ik het woord geven aan Maarten Hoube in verband met de voormalige locatie van de Seisjes. Maarten, aan u het woord. Ja, iedereen weet dat een tijd geleden de Seisjes verhuisd zijn naar de nieuwe locatie. Maar het lijkt wel alsof ze gelijk in Tsjernobyl zijn moeten vertrekken. En ja, heel de site is daar bijna nog volledig achtergelaten in de tuin. Als je daar kijkt, ja, er staan nog heel veel speeltuigen voor kindjes. Als buur hebben wij enorm ingezet om de hele locatie, een hele Houthalen-Helchter, zoveel mogelijk speeltuintjes te maken voor kinderen. En daarom zou het misschien toch handig zijn om die speeltuigen die daar staan
eventueel te hergebruiken met een kleine aanpassing van een plankje wat links en rechts versleten is, denk ik dat die toch nog heel goed van dienst kunnen zijn. Dank u wel. Dank je wel, Maarten. Dat klopt dat daar speeltuigen staan. Ik kan u meedelen dat die vraag vorige legislatuur ook was gesteld, als ik me goed kan herinneren. Wat wij daar toen destijds hebben weggenomen, wat bruikbaar was, hebben wij weggenomen. Maar wat daar nu staat, is volgens de technische dienst en volgens onze deskundigen niet bruikbaar. Er is op één bepaalde speeltuig zelfs een boom overgevallen. De andere speeltuigen zijn dus rot. En als je dan terug dat uit de grond moet halen en ergens moet plaatsen, zijn dan natuurlijk onderworpen aan keuringsstelsel, wetgeving natuurlijk, IDW. En nodige technische herstellingen waren niet eigenlijk de moeite waard. We hebben wel heel wat meubilair wel kunnen verhuizen, dat wil ik ook wel meedelen. We hebben bepaalde meubilair naar het nieuwstages kunnen verplaatsen. We hebben bepaalde tafels en stoelen naar de buitenschoolse kinderopvang kunnen verhuizen. Als ik mij niet vergis, denk ik dat we zelfs ook in Houtalen Oost en Perron Oost ook wat kleine meubilair hebben meegegeven. Maar wat de rest nu daar staat, is niet bruikbaar. En inderdaad, hoe dat het uitziet, is niet mooi. En dat is ook met de technische dienst afgesproken om die toch maar af te breken in plaats van zo te laten. Dus helaas kan u meedelen dat we dat niet kunnen gebruiken, want dat is eigenlijk niet de moeite waard om zoveel kosten aan te doen. Het is een bepaalde plaats waar ook zelfs rot is. Oké, ik had het zo niet bekeken, maar blijkbaar als de technische dienst het onderzocht heeft, dan zal het jammer genoeg zo wel zijn. En dan zal dat waarschijnlijk meegesloopt worden met de rest van de seisjes, maar dat is waarschijnlijk een andere vraag die ik hem een andere keer ga moeten stellen, hoe het daarmee zit. Die speeltuigen... Dat denk ik ook. Sorry, de speeltuigen zullen vervroegd verwijderd worden. Moesten bijvoorbeeld toch kinderen komen zonder ons controle, om veiligheidsreden zullen we toch laten verwijderen. We gaan niet wachten op de sloop van het gebouw. Goed, dank u wel, Mustafa. Dan ga ik voor de volgende vraag het woord geven aan Eefje van Wortswinkel in verband met de komst van een nieuwe religieuze vereniging naar de kerk van Laak. Eefje, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Inderdaad, wij als buurfractie hebben de vraag ook van buurtbewoners gekregen welke plannen er vandaag zijn betrekking tot de kerk van Laak. Klopt het dat hier inderdaad een religieuze werking zijn intrek gaat nemen? Welke impact heeft dit enerzijds op het gebouw, anderzijds om de omgeving? Welke activiteiten gaan hierdoor? Maar er is ook een serieuze ongerustheid vanuit de school. De school heeft een aantal investeringen gedaan, ook naar de opvanginitiatieven toe, als ook het klasje wat in de kerk zich bevindt. En zij maken hun daar ook wel zorgen om. Dus daarmee inderdaad deze vraag van welke plannen er vandaag op tafel liggen. Burgemeester, jij wilt hier graag op reageren? Ja, ik denk dat in tijden van corona gaan er veel verhalen hun eigen leven leiden. Ik denk dat we niet altijd moeten ingaan op de roemers en op de woorden die gesproken worden rond bepaalde zaken. Ik denk dat wat deze religieuze beweging aangaat, of waar men het over heeft, of wat men denkt, dat dat te maken heeft met een aantal gesprekken die men misschien gehoord heeft binnen het kerkfabriek en daarbuiten. Het is zo dat we kennis hebben, maar geen officiële vraag, dat we kennis hebben van een evangelistische gemeenschap die actief is. Iedereen kent die gemeenschap. Trouwens, die zijn actief in de gebouwen van het voormalige Campus Tinkel, Mijnbekken, de scholen hiervan, Curios, die nu daar actief zijn. En daar gaat Property of Jesus, daar gaat het meer bepaald over. Die mensen zijn op zoek naar locaties, uiteraard. Die zijn al, denk ik, 5 jaar op zoek naar een locatie. We hebben destijds ook een dading gesloten. Iedereen weet dat dat een hele historiek heeft gekend, die religieuze beweging. En zij zouden behoren, of naar verluid ook weer, hebben zij stappen gezet, ook naar het bisdom toe, om binnen de charismatische beweging, een soort vernieuwingsbeweging binnen de katholieke kerk, om daar aan bod te kunnen komen. Het zijn allemaal van horen zeggen en ik denk dat dit op dit moment geen concreet project is. Laten we daarvan uitgaan. Ik begrijp de ongerustheid, laat me dat ook zeggen. Maar die ongerustheid die moet geduid worden op het moment dat er een officiële vraag komt. Ik denk ook niet dat er vandaag een vraag op tafel ligt om dat gebouw te gaan innemen door een kerk. Die wordt trouwens gebruikt ook nog door de
voor de kinderopvang. Die gaat trouwens nog uitbreiding krijgen door de buitenschoolse kinderopvang nu in de zomer. Dus dat, die vraag is vandaag niet pertinent. Wanneer de vraag komt, moet die uiteraard worden gesteld aan het kerkbestuur van Laak, maar ook aan het centraal kerkbestuur. En we zitten daar met een aantal mensen in, onder andere de schepen van kerkbestuur, Luc Melot, en nog een aantal andere mensen die wij goed kennen. We gaan er goed opvolgen. Dat neemt niet weg. Als een dergelijke beweging zou erkend worden, dat we dat ook moeten respecteren. Op dit moment hebben we daar ook geen informatie rond. Maar bij een erkenning kunnen ze altijd op zoek gaan naar een gebouw, naar een nieuw gebouw, naar een bestaand gebouw. Er moet nog veel water door de zee gaan om dit dossier één op de rails te krijgen. En dan ook in overeenstemming te brengen met de wensen van de kerkfabriek en met de wensen van het gemeentebestuur. Ik denk dat we elke vraag goed zullen onderzoeken. En daarbuiten kan je uiteraard niet om een bevraging die moet gebeuren, een soort buurtonderzoek dat nodig is, wanneer dergelijke initiatieven intrek zouden nemen. Ik begrijp de vraag, maar ze is zeker niet concreet, Eefje. Oké, dat is goed. We zullen het mee opvolgen dan. Dank u. Dank u wel. Dan geldt er mij nog enkel te vragen of er nog actuele vragen zijn. Eigenlijk is er net al één actuele vraag aangehaald door Luciana Costa in verband met Limburg.net. Aansluitend op de vuilzakken, als ik me niet vergis. Zijn er nog mensen met actuele vragen? Niemand? Oké, dan sluit ik bij deze de gemeenteraad om 21:33. Dan ga ik nu de zitting openen voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn om 21:33 nog steeds. Eerste puntje is een goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei. Heeft iemand hier nog vragen rond? Het is unaniem goedgekeurd. Dan het tweede puntje gaat over een kennisname van het rapport organisatiebeheersing, wat we net daar straks al even hebben aangehaald. Zoals Dikre Taal voorgeschreven, rapporteert de algemeen directeur jaarlijks voor 30 juni over de organisatiebeheersing. Daartoe ontving de Raad samen met de dagorde een digitaal exemplaar van dit rapport organisatiebeheersing. De Raad neemt bij deze kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing. Dan het volgende puntje, puntje 3, gaat over een kennisname van het overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zoals decretaal voorgeschreven wordt de Raad 1 op per jaar in kennis gesteld van het geactualiseerd overzicht met een toelichting over alle wijzigingen van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn deelneemt. De Raad neemt kennis van het actuele overzicht in zaken deze samenwerkingsverbanden. Het volgende puntje is puntje 4. Het gaat over de vaststelling van de jaarrekening 2019. In de jaarrekening 2019 van het OCMW wordt een resultaat op kasbasis bereikt van €1.429.968. De fractie Vlaams Belang onthoudt zich hierin. De overige raadsleden stellen de jaarrekening 2019 unaniem vast. Dan het vijfde puntje gaat over een goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente, het Openbaar Centrum en het maatschappelijk welzijn. En zorghout halen helder. Het gaat hier het decretaal bestuur vertrekt vanuit het principe dat gemeente en OCMW-personeel verregaand met elkaar samenwerken. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor een beheersovereenkomst af. Daarna bepaalde ook de statuten van zorghout halen helder dat in het kader van de oprichting van de welzijnsvereniging een beheersovereenkomst dient opgesteld te worden tussen het OCMW en de welzijnsvereniging. Vanuit een behoorlijke bestuur beogen deze besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te zetten ten einde een synergie op vlak van beleid, werking, organisatie te realiseren zodanig dat ze op de meest efficiënte en effectieve wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen gaan garanderen.
door de beide algemene directeurs wordt wel overwogen geopteerd om de huidige bedrijfsstructuur en de verregaande samenwerking binnen het lokaal bestuur met het gemeentebestuur als servicecenter voor de diverse entiteiten van het lokaal bestuur te bestendigen tijdens de lopende beleidsperiode. De Raad keurt de vernieuwende overeenkomst tussen de gemeente OCMW en Zorg Hout aan de Helgteren unaniem goed. We zitten nu aan het einde van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik sluit bij deze de vergadering om 21:37 en ik geef de fakkel door aan Schepen Guksal Kandi, voorzitter van Zorg Hout aan de Helgteren. Goedenavond, collega's. Hiermee open ik de algemene vergadering voor Zorg Hout aan de Helgteren om 9:37. Er staan 3 puntjes op de agenda voor de algemene vergadering van Zorg. Het eerste puntje is de goedkeuring van de notulen van de zitting van de algemene vergadering van 19 december 2019. Ook voor de Zorg Hout aan de Helgteren is er een voorafgaande stemming geweest voor de verschillende puntjes. En het eerste puntje met betrekking tot de notulen van de zitting van 19 december werden unaniem goedgekeurd. Tweede puntje op de agenda heeft betrekking op de beheersovereenkomst die we reeds behandeld hebben in de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zijnde de beheersovereenkomst. Het is een beheersovereenkomst tussen 3 entiteiten, zowel de gemeente, de OCMW, als de zorgvereniging Hout aan de Helgteren. Dus ook in de algemene vergadering moeten wij die goedkeuring bestendigen. En dat is ook unaniem gebeurd. Ik ga niet nog eens de feiten en context terug herhalen die reeds in de gemeenteraad en de OCMW toegelicht zijn. Derde puntje op de agenda is, zoals we voor de andere raden gedaan hebben, de vaststelling van de jaarrekening. In de jaarrekening 2019 werd een resultaat op kasbasis bereikt van 1.139.529 euro. In overschot zitten we met een overschot van 600.000 euro ongeveer, waarvoor een bestemming zal gezocht worden in de meerjarenbegroting die in september-oktober terug voorgelegd zal worden aan de algemene vergadering. Vanavond doen we een vaststelling van de rekening 2019. Deze werd ook in de stemming vooraf unaniem goedgekeurd. Dat waren de 3 puntjes voor de algemene vergadering van Zorg. Ik weet niet of er vragen zijn door raadsleden, leden van de algemene vergadering. Indien er geen vragen zijn, kan ik de vergadering sluiten om 21:39. Dat was een snelle algemene vergadering. Bedankt voor jullie aanwezigheid en een fijne avond nog verder.